Welkom bij de eerste beelden van Siske die we eigenlijk vandaag kunnen laten zien. Ontzettend spannend. Siske, een belangrijke titel bij Stage Entertainment, een belangrijke musical een paar jaar geleden. En ik kan nu al zeggen dat de versie die nu onder leiding van Paul Evens gemaakt wordt, echt weer een nieuwe Siske is. Natuurlijk met een prachtige script van André Breekland en van Maurice Wijnen. Natuurlijk met de fantastische muziek van Henny Vrienten. De kostuums van Jan Tax, de choreografie van Daan Wijnands. Maar ook het decor van Marjolein Ettema is eigenlijk nieuw ontwikkeld voor deze productie. Het is een spannende week voor ons als Stage. Komende zondag première Lion King. En nu al bezig voor een première op 20 november van Siske de Rat in de Lamar Theater in Amsterdam. De eerste maanden staan we daar in de Lamar Theater en daarna gaat hij toeren door het hele land. Hoe gingen de repetities? Kan ik beter naar jou vragen? Ja, interessant van. Ja, maar hoezo wil je het aan mij vragen? Dan, zullen we dan wisselen? Oké. Ja? Dan ga ik daar zitten, dat is leuk. Wil jij de microfoon? Bedankt. Oké, jongens, dit gaat vreselijk uit, maar weet je toch wel. Goed. Nou, Albert, hoe vind jij de repetities gaan? Ja. Ik vind de repetities heel goed gaan. Iedereen heeft heel hard gewerkt, gerepeteerd. En het is lastig, hè? Want hoeveel Siskes zijn er nou helemaal? Dat zijn er. Ja, dat zijn er 6. 8. Ja, 8. 8, je moest ook even nadenken. Lekker hier naast me zitten. Oh! Albert, heb nooit op school gezeten. Nee, dat gaat niet, hè? Goedemiddag allemaal. Danny Munk, applaus. Goedemiddag. Nou, door enthousiast ben ik weer. De Nederlandse pers. Ja, mensen. Kom op mijn schoot zitten. Nou. Hey Danny, hoe gaat het? Wat zeg je allemaal, boef? Ik was er nog tussen. Ja, joh. Hoe gaat het? Nou ja, ik merk wel dat we, inderdaad, je zei het net al, we hebben verschillende doorlopen gehad. En je merkt nog steeds dat het leeft. Mensen hebben inderdaad de nodige tissues te mogen gebruiken. En het is klaar om het aan het grote Nederlands publiek te laten zien. En ik merk ook echt dat het mij ook zelf wat doet. En dat heeft te maken, omdat echt, ik ben nu 46. Ik heb hem ooit mogen doen in de bioscoop in 1984. En ik was toen net 14. Deze boef. Jij bent 8, hè? Ja. Wie is nou de oudste hier? Hoe heb jij? 11. Dus jij bent de oudste eigenlijk. Nou goed, zijn ze nog jonger dan dat ik was. En het verhaal is eigenlijk nooit eerder verteld. En dat is een unieke vorm natuurlijk, een musical. Maar ook echt de allerlaatste keer dat ik hem ga spelen. En dat maakt het voor mij emotioneel en ook, ik ben vereerd. Volgende vraag. Nou ja, wat ik ook gemerkt heb, is dat er ook een nieuw nummer in zit. Ja. En een bijzonder nummer ook. Dat wil je al weggeven, merk ik. Ja, tuurlijk. Nou goed, inderdaad, dat is totaal niet te vergelijken. We hebben het al eerder gedaan in 2007. Ik steek niet onder stoel of banken. Dat het toen anders liep. Daarom is het voor mij mooi dat ik het nu nog één keer en inderdaad voor de laatste keer mag doen. Maar het einde is inderdaad essentieel veranderd, Nederlandse pers. En er zit een heel mooi duet in tussen mij en Siske. En eigenlijk raakte mij, toen wij de scriptlezing hadden met Paul Enens, raakte mij het zo diep, omdat het inderdaad de laatste keer is. En ik allemaal merk dat ik toch ouder word. Al denk je dat je je geest heel jong blijft, maar dat is niet zo. En wij blijven altijd, ik wijs steeds naar hem, maar ik bedoel natuurlijk alle jongetjes. Siske de Rat, het straatschofje, de schoffie, dat is altijd gebleven in mij. En dat zit ook in het liedje. Dus voor mij had het een dubbele lading. Vandaar ook tijdens de lezing dat niemand van de kaas begreep waarom ik zat te huilen. Maar dat is het ook. Ik ben, ondanks mijn carrière die heel divers is gebleken, tot nu toe, altijd een straatschofje gebleven. Ben je niet ontzettend moe na repetitie? Het ligt eraan hoe zwaar de repetities zijn. Dus als we heel veel hebben gedaan, dan ben ik heel moe. Maar het is leuk. Heb je zin om het onderhand eens een keer aan het publiek te laten zien wat jullie aan het maken zijn? Ja. Ik wil er onderuit, want ik krijg nu plomp verloren van een ambtenaar te horen dat een zeer brutale blaag hier op school komt per vandaag. Van mij mag het publiek al komen, want ik merk aan mezelf dat ik er klaar voor ben. Alleen wat we nu in Schiedam eerst gaan doen, is het monteren. En ik ga je eerlijk vertellen, dat zijn eigenlijk de meest slopende dagen. Want dan moet je alles 100 keer doen voor de techniek. Decorstukken die opkomen, afgaan. Dat moet natuurlijk, dat vergt gewoon heel veel repeteren. Licht, geluid, enzovoort, enzovoort. We hebben bijvoorbeeld zaterdag pas een sitsprobe. Dat betekent dat je met de band gaat spelen.
Maar ik zelf zou nu al kunnen spelen. Want ik, dat denk ik althans. Maar ik heb er enorm veel zin in. Ja, nee, ik merk het al met het doorlopen. Dat, we hebben goud in handen. En Piet Bakker heeft toen destijds gewoon een heel, heel mooie trilogie geschreven. Siske Drat, Siske Groeit Op, Siske de Man. En ja, het werkt nog steeds aan tiroleren. Het is gewoon een heel eerlijk en puur verhaal. Nou, die gaan ongelooflijk goed, de repetities. Ja, we zijn al heel ver. We zijn nu in Schiedam om alles bij elkaar te brengen. Dus het geluid, kostuums, decor erbij. Maar ja, we zijn echt al ongelooflijk ver. We hebben heel veel doorlopen gedaan met de kinderen al. Dus de voorstelling staat al helemaal in de stijgers klaar om naar het einde door te stomen. Goed. Ja, ze gaan in een rap tempo. En nu de tweede dag van de montage. Hebben nu natuurlijk nog weinig gedaan met de persdag. Maar het gaat goed. Ja. Ja, goed. Ik vind het heel leuk dat we nu het theater in zijn gegaan. Afgelopen weekend 5 doorlopen gedaan op de Boelelaan. En ik vind het heel erg leuk om nu dat alle disciplines samenkomen. Pruiken, orkest. Gaat heel goed. Ja, we hebben natuurlijk een maand lang hebben we mogen repeteren bij Stage Entertainment aan de Boelelaan. En in een repetitielokaal. En nu zijn we in theater aan de Schie. En ja, dat is wel spannend, want alle disciplines komen nu bij elkaar. Dus we gaan het nu in kleding, in het prachtige decor, met geluid en met het orkest. Dus ja, het is nu weer even opletten, hè? Goed opletten. En hoe mag dat heerschap heten? Nou? Siske Vrij. Het is niet waar? Nou, daar zijn we mooi mee klaar. U kent hem? Nou, en of? Er is altijd wat. Er is altijd wat. Er is altijd, altijd, altijd wel wat met Siske de Rat. Ja, ja, het gaat hartstikke goed. We hebben net een stukje gezien natuurlijk van de stukje repetitie. Ja, we zijn gisteren hier begonnen in Theater aan de Schie met de montage. Dus dan komt alles bij elkaar. Ik kijk mijn ogen uit, want we hebben een fantastisch decor. En het is echt heel raar. Het is een soort warm bad meteen waar je hier in het theater komt. De techniek is, al voordat wij hier in het theater kwamen, zijn die al begonnen met bouwen van het decor en alle techniek en de licht en het geluid. En voor het orkest straks, wat er straks bij komt. Het is heel spannend natuurlijk, want dan komt alles en dan komt alles bij elkaar. En kijken of het klopt wat we in de repetitie zouden hebben gedaan. Dus dit is nu een hele spannende periode die er nu aankomt. Ja, heel fijn. Het is zo fijn om met een vertrouwd team terug te werken. Ik heb natuurlijk al met Paul eerder gewerkt. En met Henny en André en Maurice. Maar het is zo leuk om het nieuwe Siske de Rat te ontdekken en te maken. Dat is heel leuk. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, we zijn 4 weken bezig, maar we hebben keihard gewerkt. En ja, het is kort, maar het gaat ook heel erg snel. En dit verhaal is zo te gek dat iedereen gewoon door wil werken en door wil werken. Ja, ik denk er niet over na van. En ik weet dat het, godzijdank was het een fantastisch succes al. Maar het is nu ook 10 jaar later. Dus er kunnen ook nu heel veel mensen weer komen die het nog niet gezien hebben. En ja, wij gaan dat natuurlijk op onze eigen manier. Het zijn nu allemaal andere mensen die andere energieën hebben. En dat er wat dingen zijn veranderd. Ja, ze hebben natuurlijk goed naar kunnen kijken, het creatieve team. En ze hebben waarschijnlijk van bepaalde dingen, scènes gedacht, nou, dat kunnen we iets meer zwaarte geven, daar moeten we iets. Dus dat vind ik wel goed. En ja, wij genieten. Ik ben echt vereerd dat ik in zo'n mooi stuk mag staan. Zo Nederlands, zo oorspronkelijk, zo'n mooi verhaal. En met de muziek van Henny Vrienden. Ja, en het is een hele leuke club mensen. Dus het heeft niet lang geduurd, Siske werd van school gestuurd. Nee, eigenlijk, ik heb helemaal niet naar de oude gekeken. Je baseert je vooral op het script en het script, dat blijft hetzelfde. En voor de rest is het ook deels een nieuwe cast natuurlijk. Dus iedereen legt daar zijn eigen invulling, geeft daar zijn eigen invulling aan natuurlijk. Ik vind het juist ook leuk dat het een nieuwe cast is en dat nieuwe mensen de kans krijgen om die rollen te gaan spelen. Daardoor wordt het al een andere voorstelling. Ik kijk er anders naar dan dat Jorgen Verkroost het heeft gedaan toen hij het speelde. En dat is juist leuk, denk ik. Ja, dat was ook mijn eerste gedachte. Van hoe kan je zo'n briljante musical van toen, hoe kan je dat opnieuw gaan herontdekken? En gaandeweg deze 4 weken heb ik gewoon met eigen ogen kunnen zien dat het wel gelukt is. Het zijn nuances, andere ingangen, het einde is anders. Het duet tussen Sis de Man en Siske de Rat zelf is heel erg mooi.
Ik persoonlijk denk dat ze dat gewoon moeten uitbrengen, dat het een plaatje moet worden en zomaar. Omdat, het blijft echt bij, namelijk. Nou, je zal het zelf wel gaan merken. Ja. Ik heb niet naar de musical gekeken. Expres niet. Ook niet voor de audities, want ik dacht, anders ga je het nadoen of ga je toch snel een toontje overnemen. Dat wilde ik niet. Dus ik ben eigenlijk vrij blanco ook gewoon die audities ingegaan. Omdat ik dacht, ze willen graag een nieuwe versie maken. Dus ik ga het ook gewoon spelen zoals ik het interpreteer. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ja, niet moeilijk, want daar zijn we helemaal niet mee bezig eigenlijk. Nee, het enige wat we hebben is dat stuk en dat script. En dat heeft bewezen dat het goed is. Dus je weet dat je gewoon goed materiaal in handen hebt. Wat je kan zingen met een goede nieuwe club mensen. Dus ik denk dat, ja, dat we daar helemaal niet mee bezig hoeven te zijn. Ja. Nee, aan de rand wordt in het riool. Juist. En beslist niet hier op school. Er zijn pedagogen maatzuiker. Geen rattenvangers van Hamelen. Er is altijd wat. Er is altijd wat. Er is altijd wat. Er is altijd wat. Er is altijd, altijd, altijd wel. Altijd wel wat. Met Siske de Rat. Ja, we mogen echt best blanco weer hier instappen en elke scène maken we helemaal weer vanaf een nieuw begin eigenlijk. Ik speel meester Bruis en dat is degene bij wie kleine Siske in de klas komt en die gaat zich over hem ontfermen. Hij wordt ook gezinsvoogd en als het fout loopt met Siske, dan is hij er nog steeds voor hem. En later in de oorlog, want dat is het nieuwe aan deze musical ten opzichte van de film, het is een raamvertelling, dus je krijgt Siske man. In de Tweede Wereldoorlog. En dan ontmoet hij zijn oude meester weer. En dan is hij wachtmeester. Dus hij is de baas van het leger dan. Of van die afdeling. En dan beleven ze samen eigenlijk weer het verleden. En raken ze samen in de oorlog. En weer met elkaar verweven. Tante Jans, mag ik gaan spelen? Ja. Ja, het is een hele fijne vrouw. Ik ben Swing, dus ik zal heel veel verschillende dingen doen. En de understudy van Suus en van Betje. Ik speel Leendertse, soldaat en Dries, de volkszanger. Ik speel moeder Doris en understudy van Suus en ook Betje. Ik ben Swing. Ik ben verantwoordelijk voor het invullen van alle ensemblemannen als zij met vakantie zijn of ziek vallen. En ik ga ook Pater de Groei coveren. Ja. Als een goedkope prostituee. Is dat mama, prostituee? Geef dan maar aan je vader. Siske, oh Siske, en Siske is er altijd wat. Je neemt het Siske, oh Siske. Nou, die kinderen zijn zo verschrikkelijk goed. En dat zeg ik niet omdat ik gedrild ben om dat te zeggen. Maar ze zijn gewoon echt ontzettend goed. Ja. Ze hebben me al een aantal keren gewoon echt heel erg ontroerd. Dus, en het is nogal wat, want ze hebben lappentekst. En dan zeggen ze dat ook nog alsof ze het menen. Ze acteren gewoon heel goed. Het is een generatie van hele goede, jonge acteurs. En dat is heel fijn om daar mee te mogen spelen. De ramen van de huisjes zijn het ogen die me volgen als ik sleep door de stad. Het is net of ze zeggen, geen geintjes de rat, maar ik bluf gewoon terug. Hey! Had je wat Ik vind het niet heel moeilijk. Nee, het is, weet je, we zeggen ook heel duidelijk, het is een repetitieproces. We staan een aantal weken voor. En dat is heel leuk, denk ik, om mensen even een kijkje in de keuken te geven van hoe zich dat opbouwt. En dat is voor ons natuurlijk ook. Dus we staan sinds gisteren in het theater. Dus we zien ook het decor. Ze zitten ook nog heel erg te kijken van wat komt er naar beneden? Kan ik hier of moet ik hier staan? En dan krijg je straks weer met kostuums, wat ook weer één grote chaos wordt. En met pruiken, dat je niet... Ja, ik weet nog niet eens wat voor pruiken krijgen bijvoorbeeld. En je speelt toch wel anders. Ja. Met blond, lang. Ja, dat is heel leuk. Ja, maar dat is toch... Dat maakt wel je personage uiteindelijk helemaal af. Dus ik verheug me heel erg daarop, ja. Nou, het opnieuw maken is fantastisch. Ik zat er 9 jaar geleden ook bij. En ik moet zeggen, Paul Enes die heeft echt gekozen voor een nieuwe vorm. Echt een nieuw stuk. Iets rauwer dan toen. En ik heb ook echt het idee dat we iets nieuws aan het maken, iets anders aan het maken zijn. Dat verhaal blijft natuurlijk overeind. Dat is echt ijzersterk. Er zijn wat nummers uit, er zijn wat nieuwe dingen in. Andere mensen op andere plekken. Het is met nieuwe accenten. Het is echt anders. Zolang ik de Westertoren maar eventjes kan horen. Weet ik zeker, oh bij Amsterdam.
Ik zou zeker komen en neem je zakdoek mee. En, want het is triest, maar het is ook ontzettend lachen. En ja, ik vind het zo prachtig. En de muziek van Henny Vrienden, die moeten we vooral niet vergeten. Want elk nummer is echt magistraal. Dat vind ik echt. Is altijd wijd open. Is altijd vast. Is altijd wat. Is altijd, altijd, altijd wel. Altijd wel. Want het is de raad. Is de raad. Heb je ook een makkelijke vraag?